Als kind droomde ik ervan om tolk te worden. Ik vond het fascinerend hoe één persoon de brug kan slaan tussen twee mensen, twee talen en twee culturen. Het is meer dan simpelweg teksten vertalen. Je moet de juiste emoties in over te brengen zonder theatraal te worden. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in talen. Ik koos uiteindelijk voor toegepaste taalkunde. Ik leerde gespecialiseerd vertalen in onder meer recht en economie en maakte kennis met verschillende vertaaltools en audiovisueel vertalen. Van de Universiteit Antwerpen krijgen we de kans om de certificeringsproef sociaal tolken af te leggen bij Atlas. Een beroep waar vandaag veel vraag naar is in de multiculturele en dus ook meertalige samenleving waarin we ons bevinden. Na je bachelor ben je een goed voorbereide creatieve duizendpoot. Je bent thuis in copywriting, ijzersterk in grammatica, maar je bent ook een taalexpert met een culturele achtergrond die als geen ander de verschillen tussen bijvoorbeeld het Nederlands in België en in Nederland kan achterhalen. Ik besef zelf maar al te goed het belang van goede tolken. Toen mijn mama jaren geleden nog maar net in België was, maakte zij zelf ook gebruik van de diensten van Atlas. Goede communicatie kan echt een wereld van verschil maken. Voor mijn thesis mocht ik meewerken aan een uniek project rond audiobeschrijving voor het theater. We voerden een experiment uit naar de vooraf opgenomen audiobeschrijving. Dit zou het voor blinden en slechtziende mensen veel laagdrempeliger kunnen maken om naar het theater te gaan. In mijn opleiding zeiden mijn proffen vaak: een tolk weet van alles iets, maar van niet het fijne. En dat is een nagel op de kop. Je weet nooit op voorhand wat je zal moeten tolken. Dat is ook wat ik hoop te kunnen doen in mijn toekomstige job. Al hoop ik sowieso ook mijn kinderdroom te kunnen waarmaken en ooit als tolk aan de slag te kunnen gaan. In mijn bachelor ben ik op Erasmus geweest naar Tours in Frankrijk. Daar leerde ik niet alleen de echte pure Franse taal, maar sloot ik ook hechte vriendschappen met mensen van over de hele wereld. Ik heb zeker nog wat verdere ambities, maar het overkoepelende doel is om met vertalen en tolken bezig te blijven. Want dat is toch wat ik het liefste doe.